Deze keer laat ik je zien hoe je in Photoshop een HDR-foto maakt. En HDR staat voor High Dynamic Range. Je camera heeft namelijk een bepaald dynamisch bereik. Als ik kijk naar deze foto, dan is dit de foto die zeg maar neutraal belicht was. Ik zal hem ietsjes groter maken. En je ziet dat eigenlijk mijn zon rechts. Klein beetje overbelicht is, maar ook de details in de schaduw uiterst rechts en ook wel aan de linkerkant eigenlijk gewoon net een slagje te donker zijn. Ga ik hem dan uh, lichter belichten, dan is bijvoorbeeld de schaduw beter zichtbaar. En ga ik hem korter belichten, dan is bijvoorbeeld de zon gedetailleerder. Nou, dat zijn verschillen in het dynamisch bereik. Dat kan op zich de camera niet aan. En dat kun je later dan bijvoorbeeld met een uh, belichtingstrap in Photoshop wel corrigeren. Want het is dus belangrijk dat je verschillende foto's maakt met verschillende belichtingen. Dit zijn foto's die iedere keer een Stop verschillen qua belichting. Zo is deze 1/5 seconde en deze is 1 tachtigste seconde en de rest zit daar tussenin. Diafragma en de ISO is overal gelijk. Deze vijf foto's ga ik dus samenvoegen tot een nieuwe foto waarbij op alle foto's gekeken wordt naar het licht en Photoshop mag daar gewoon helemaal zelf mee gaan rekenen want we zijn vrij lui en de software was duurzat. Je gaat naar bestand, automatisch en dan samenvoegen tot HDR Pro. Krijg je vervolgens dit venster bij je en dan kun je gewoon via bladeren de foto's selecteren? Je kunt ook een hele map selecteren natuurlijk. Onderin heb je de keuze proberen om bronafbeelding automatisch uit te lijnen. En dit is op zich wel belangrijk. Ondanks dat ik van het statief gefotografeerd heb, kan het toch zijn dat er net even uh, een klein tikje tegen de camera is geweest. Nou, met deze optie hier onderin gaat Photoshop kijken naar de gemeenschappelijke dingen. De foto's over elkaar leggen en ze gewoon een klein beetje opschuiven totdat het allemaal netjes klopt. Dus zorg dat je dit aanvinkt. En je klikt vervolgens op OK. Nou, wat gaat Photoshop nou doen? Nu gaan alle foto's geopend worden, boven elkaar gelegd worden, ze worden netjes uitgelijnd. Er wordt gekeken naar waar het licht en het donker zit. En vervolgens krijg je een rekenplaatje tot aan hier. En hier moet je nu weer mee verder. Onderin, om te beginnen, heb je de vijf foto's staan: de vijf foto's waarmee wij dit HDR hebben gemaakt. En je ziet daar ook meteen bij plus 2, plus 1, 0. Min 1 en min 2. Dat zijn de, de kleine stapjes verschil die ik heb gemaakt. Je kunt natuurlijk nog veel meer foto's toevoegen. En dan wordt het verloop nog geleidelijker. En je zou hieronder ook kunnen zeggen: Van nou, ik wil de donkerste en de helderste gewoon even uitzetten. En je ziet, dan wordt mijn bereik ook een klein beetje smaller. Dus ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat ze erbij aan blijven staan. Dan heb je aan de rechterkant ook nog wat opties. Je hebt bijvoorbeeld de optie schimmen verwijderen. Nou, dat zou in dit geval, als er op één foto een eend ronddobbert, euh, zou dat invloed kunnen hebben op mijn foto. Het kan zijn dat er dan een, een soort vaagvlekje ontstaat. Dus euh, zijn er bewegende dingen in je foto, vink het gewoon aan. Ook een klein beetje andere positie van bomen door wind zou euh, een invloed kunnen hebben. Daaronder heb je de modus 32 bits en als je erop klikt zie je ook 16 bits en 8 bits en 16 bits en 8 bits ken je misschien wel, 8 bits is van JPEG, 16 bits dat is van RAW, maar 32 bits dat betekent dat er nog meer gradaties zijn van donker naar licht, dus laat dat gewoon in principe lekker aangevinkt en pas als je je foto helemaal klaar hebt, maak er dan gewoon 16 bits van, doe die stappen terug pas wanneer het nodig is. Daaronder een klein histogram met een aantal rode streepjes. En deze rode streepjes, dat is het bereik waarin ik uh, fotografeer. En je ziet dat het eigenlijk nog wel verder kan. Ik zit ja, twee stops aan de linkerkant. En toch zeker een stop aan de rechterkant, wat er nog bij komt. Daaronder ook een, een kleine slider. En met deze slider kan ik de foto wat donkerder en wat lichter maken. Ga ik bijvoorbeeld naar rechts, dan wordt die donkerder. Je kunt zeg maar een beetje de balans bepalen in de foto. En dat is op zich wel prettig. Maar hou hem een beetje aan de rechterkant zodat uh, het lichte gedeelte in orde is. En dan heb je de optie volledig kleuren in Adobe Camera Raw. Zou ik dat aanvinken en ik ga verder? Dan ga ik eerst naar Camera Raw en kan ik alle handelingen doen die je normaal gesproken in Camera Raw doet. Dat is nu even niet aan de orde. Er is een, uh, een hele serie filmpjes over Camera Raw. Klik eventueel boven in de link om uh, daar de eerste van te bekijken en zo verder te gaan. Klik ik nu op OK. Dan ga ik door naar Photoshop. En krijg ik dus mijn uiteindelijke foto. En deze foto is nog steeds in 32 bit. Dat kun je hierboven zien. Dus ga je hier verder mee werken, dan zijn niet alle uh, filters van toepassing. Ga ik bijvoorbeeld naar het filter curve. Dat bestaat gewoon niet. Dat is niet actief in 32 bits. Zou ik dat willen gebruiken? Dan moet ik eerst terug naar, uh, naar 16 bits. Wel kan ik bijvoorbeeld een fotofilter of uh, kleutonverzadiging gebruiken. Dus er zijn wel wat mogelijkheden. Maar je kunt bijvoorbeeld later altijd in een stadium terugschakelen naar 16-bit en dan met andere filters aan de slag. Maar nogmaals, ga pas op het laatste moment terugschakelen. En maak gewoon gebruik van de 32-bits zolang het kan.